Dag beste e-sports liefhebbers, welkom voor speeldag 15 in de Proximus e-pro league. Het einde van de reguliere competitie zit er stilaan aan te komen. Money time is er en ja, zowel ik als Thijs zullen er getuigen van blijven zijn. Dag Thijs. Dag Matthias, ik ga je kort even onderbreken, want dat mogen de kijkers ook weten. Je bent een aantal dagen geleden jarig geweest en bij jarig zijn hoort natuurlijk taart. Dus ik heb een klein stukje taart voor jou dat ik hier aan jou kan geven. Het is een abrikozentaartje, als ik me niet vergis. Oh, ga ik aan jou geven. Ik stel voor dat je dat opeet na de uitzending. Ja. Of tijdens een pauze zo meteen. Maar gelukkige verjaardag van mij en van alle kijkers. En van Mr. Dury, die hier in ons oortje zit. Dank u wel, iedereen. Dank u wel. Wauw. Ja, fantastisch. Ik ben even van mijn melk. Maar hartelijk bedankt, iedereen. En goed, ja, jarig of niet jarig. The show must go on, Thijs. Speeldag 15, zoals we zeiden. We gaan eens kijken naar het klassement. Ja, Zulte Waregem nog steeds op kop, maar vorige speeldag wel voor de eerste keer verloren tegen Zak Bentato en Anderlecht. Geoffrey Megou gevolgd dus door Zairor van STVV, die op 1 puntje is gekomen. Charleroi, Kortrijk, Standaard staan er wat steviger in die top 8, gevolgd door Club Brugge, Mouscron en Anderlecht. Maar daaronder zitten nog een aantal jongens die zeker aanspraak maken op die top 8 bij de laatste 3 speeldagen. Antwerp, die komt vandaag 3 keer in actie. Stevig. Omdat 1 wedstrijd al wordt opgeschoven. Leuven, Genk, Gent zitten daar nog wat dichterbij. Miran, die kloof is al iets te groot geworden, vrees ik. En daaronder heb je dan nog Cercle Brugge, Eupen, Beerschot. En op de 2 laatste plekken Waasland, Beveren, Oostende moesten normaal gezien vandaag tegen elkaar spelen. Maar dat is naar volgende week verschoven. Dus aan je uitleg te horen zijn er ongeveer nog een 4-tal ploegen die nog steeds aanspraak kunnen maken. Ja. Om dus mee in de top 8 te gaan duiken. We gaan eens het programma van vandaag overlopen. Zo meteen mogen Shadow en Nikom de debatten openen. Standaard tegen Gent. Nadien hebben we Antwerp tegen Anderlecht. De 2 wedstrijden van Oostende, Waasland, Beveren en Zulte Waregem, Eupen die zijn uitgesteld voor op een ander moment. Cercle Brugge, Beerschot, Charleroi, Mouscron, Kortrijk, Club Brugge. Toch wel een belangrijk topduel, ja. In de top 8. Sint-Truiden, Mechelen. Geen cadeau voor Miran als hij toch nog aanspraak wil maken op de top 8. En we eindigen met de partij tussen Leuven en Genk. En dus ook even zeggen, dus zoals je zei, Zimmet speelt 3 wedstrijden vandaag. Want hij gaat ook aan de bak moeten gaan tegen Mouscron, tegen Rego. En tegen, eventjes kijken, Quentin van Club Brugge. Dat wordt de laatste wedstrijd die we uitzenden vandaag. Ja, die wordt opnieuw, vandaag gespeeld. En vorige week kon die niet doorgaan wegens technische problemen langs de kant van Antwerpen, als ik me niet vergis. Maar die komt er vandaag dus nog bij. Maar eerst kijken we naar een absolute kraker. En misschien wel de laatste kans voor Nikom om zicht te hebben op die top 8, want hij moet 4 puntjes goed maken op de nummer 8 van het moment, als Zak Bentato. Dus hij moet tegen Shadow winnen. En Shadow heeft, denk ik, als ik me niet vergis, het gelijke spel tegen Abdullah Waiz. Ja, Abdullah Waiz daar een goed puntje gepakt. En ik denk bij een overwinning tegen Nikom zou hij zo goed als zeker zijn van die top 8. Dan komt hij op 28 punten. En dat zou in principe wel genoeg moeten zijn. Goed, oké. De beide spelers zijn nog in ploeg aan het opstellen. Wat ons opvalt is dat beide toch kiezen voor de 4-4-2 om te beginnen. Ja. Nu, van Shadow weten we dat. Van Nikom, ja, die speelt ook wel vaak met 2 spitsen, zeker? Hè? Of, vaak met 2 spitsen, maar heeft een tijdje met 3 jongens achteraan gestaan. Klopt. Een tijdje met 5 jongens achteraan gestaan. Maar het is en blijft een beetje zoeken voor de jongen van Gent. De laatste 2 wedstrijden zit hij echt met zijn coach naast hem, denk ik. Die vrij streng optreedt als Nikom een skill te veel doet of wat te lang twijfelt. En het gaat ook wel ietsje beter, heb ik het gevoel, bij Nikom de laatste weken. 4-1 gewonnen van Nico. Dat was die moeilijke wedstrijd dat inderdaad. We Nico en Nikom niet mochten verwisselen. Daar uitgepakt, 4-1 gewonnen. En is de laatste weken aan een betere prestatie bezig tegenover het begin van het seizoen. Maar ik vrees dat hij iets te laat in gang gekomen is. Goed, met het mes op de keel wordt dit hoogstwaarschijnlijk de wedstrijd van de laatste kans voor Nikom van AA Gent om toch nog eventueel aanspraak te maken op een plaatje in de top 8. Hij moet de 3 punten pakken tegen Shadow van Standaar. Benieuwd of het zal lukken of niet. Dan moeten wij al even meegeven voor ons commentatoren zelf dat het beeld niet echt optimaal is. Maar dat zal hoogstwaarschijnlijk aan de stream liggen.
Ja, het kan zijn dat we nog wisselen natuurlijk tijdens de wedstrijd. Voilà. En ook dat je voorlopig de namen van de spelers zelf niet te zien krijgt. Of alleszins wij zien die niet op dit moment. Maar dat is geen probleem natuurlijk. Hè. Jans, die staat op de rechterkant nu. En dan is het verdedigen geblazen voor Nikon. Shamir. Indien u de namen wilt lezen, u kan ze natuurlijk ook bekijken. Links en rechts onderaan uw scherm. Roef. Even wachten met uittrappen. En een paasje tot bij Mohammadi. Dat is geen lekkere kopbal. En dat gaat afgestraft worden door Chardonnay. De save van Roef. Maar het hele slechte uitverdedigen daar van Nikom kwam hem bijna zuur te staan. En dan moet die bal er eigenlijk en dan wordt het plots hier een grote kans voor Boukari. Boukari gaat trappen in het blok van Gavori. Ja, hier komt Nikon. Een paar seconden geleden echt goed weg hoor. En dit is een bijna goede doorsteekbal. En zo toch een goed begin van de wedstrijd, zullen we maar zeggen, na 10 minuutjes voetballen. Chuck Fittadze. Eigenlijk sinds hij erop is gekomen, denk ik, is Nikon naar die 4-4-2 geswitcht. Hier is Boukari nog eens opnieuw. Opnieuw het blok, deze keer van Pavlovic. En dan vrees ik dat Shadow zich het nu al gaat beklagen. Ja. Dat hij de opportuniteit niet heeft genomen. Op het moment van dat slechte uitvoetballen bij Nikon. Tapsoba. Ondertussen zult u wel gemerkt hebben dat we naar een ander beeld van stream zijn gegaan. En dat die ook vlotter verloopt dan de beelden die we in het begin te zien kregen. Klopt. Dit was een goede doorsteekbal op Oulare. Twee mensen die nog probeerden bij te komen in het strafschopgebied. Maar iets te snel die paas gegeven door Shadow en zo de bal kwijt. Ja, toch een vrij gelijkopgaande wedstrijd. Beide jongens willen graag het initiatief nemen. Allebei al een degelijke kans gehad. Maar ja, Nikom is echt wel met het mes op de keel. Moet ook nog tegen Charleroi en Zulte Waregem die laatste twee speeldagen. Dus gemakkelijk wordt het niet hoor. Nee, zeker niet. Daarom dat we dus spreken van de wedstrijd van de laatste kans toch wel. Want als je hier natuurlijk een zege kan binnenhalen, ja, dan kan je het momentum wat doen keren voor jou. En dan kan het geloof toch weer opnieuw opborrelen natuurlijk. Maar dan mag je zulke ballen niet weggeven. Nee. En natuurlijk, dat vertrouwen is belangrijk. We hebben ook gezien dat Geoffrey Mégout te verslagen is. Dus dat moet je echt wel in je achterhoofd houden als Nikom zijnde. Dat als je dan in die goede flow kan komen. Niemand is onaantastbaar in de E-Pro League. Ook al was het tot nu toe een meer dan vlekkeloos seizoen voor Geoffrey Mégout. De voorzet wordt eruit gehaald. Mohammadi uitvoetballen met Chuck Fittadze. Dat doet hij goed. Nee, ik had het niet mogen zeggen. Tapsoba. Owuzu openen bij Castro Montes en de ruimte dus opzoeken, gevonden bij Boukari. Ja, goed tackeltje. Ja, te veel die overstapjes daar, had misschien wat sneller moeten passen. En zo toch na dat open begin, na 10 minuten, een kleine wapenstilstand intussen, 26e minuut. Het lijkt alsof ze wat geschrokken zijn van elkaar. Lestien, voorbrengen of niet? Nee. Daar komt de bal, dan wordt altijd de eerste paal opgezocht met Oulare. Heel goed vrijgespeeld hier met die reverse elastico door Nikon. Hoho, lekkere bal. Lekkere bal op een baio, maar er is niemand naar aanspeelpunt toe. Dus moet het even volhouden tot een aantal jongens van Gent zijn komen bijspringen. Vindt nu Boukari. Ojija. Boukari nog steeds. Tussen drie mensen. En dan wordt het te veel. Ja, maar hij is toch moeilijk van de bal te zetten, Nikom. Hij speelt beduidend beter dan die eerste 10, 12 speeldagen. Veel fluxer aan die bal. Die skills er ook aan toegevoegd. Of toch althans nog een pak meer dan voordien. Ja, de motor is denk ik wat te laat op toerental gekomen. Ja, het is een oude diesel. Oulare nu. Oké. Even zoeken naar een aanspeelpunt, vindt Lestien. Krijgen we een doelpunt in deze eerste helft. Wegdraaien van Balikwisha. Tot twee keer toe en een schitterende goal hoor. Geweldige trap van Shadow die geen cadeautjes gaat uitdelen aan Nikon.
Dat is nu meer dan duidelijk in dit duel tegen AA Gent. Het is achtervolgen geblazen voor de e-sporter van Gent. Ja, prima gespeeld door Shadow. Hij cancelt daar zijn fake shot, waardoor Nikom eigenlijk de verkeerde kant uitgaat en dan komt hij vrij. Was weinig aanspeelpunten in dat strafschopgebied, maar doet dat met één speler en het is prima afgewerkt hoor. Pure klasse eigenlijk. Hele mooie goal van Balikwisha. En dan zijn toch effectief de debatten geopend na iets minder dan 38 minuten spelen. En Shadow dus 1-0 voorgekomen. Dat is niet het ideale scenario voor Nikom, die nu twee goals moet maken. Op zijn minst wil hij winnen. Shadow komt op zijn beurt eventjes op die vierde plek bij dit resultaat. Ja, en sowieso voor Shadow kan hij absoluut ook een driepunter gebruiken om extra aanspraak te maken om in de top 8 te blijven natuurlijk. Ja, hij moet nog tegen Eupen en Beerschot de laatste twee speeldagen. Mm-hmm. Dus dit... Ziet er goed uit. Ziet er goed uit. Als hij hier de drie punten pakt, dan kan hij iets rustiger die laatste twee speeldagen aanvangen. Al weet je natuurlijk nooit met een Capitores die ook wel in vorm is. Opletten geblazen, want hier gaat er gescoord worden. Nee, in de korte hoek werd er getrapt, maar niet gescoord. Ja, krijgt hem niet tussen de palen. Is hem al een paar keer overkomen dit seizoen. Dat hij eigenlijk niet goed afwerkt. Sowieso nog eens extra meegeven dat Zulte Waregem en Sint-Truiden al zeker zijn van hun plaatje in de top 8. Die gaan er niet meer uittuimelen. En vandaag kan denk ik ook mathematisch die Dista van Charleroi zich kwalificeren voor die top 8. Voorlopig komt eventjes uitrekenen. Stond daar op 28 punten. En met daarna dus nog 6 punten te verdienen. Ja, als we kijken, Anderlecht staat op dit moment op de 8e plaats met 23 punten. Dat zijn 5 punten minder. Mm-hmm. Dus ja, voor Shadow ziet het er op dit moment virtueel heel goed uit. Ja, klopt. Ik denk dat hij na deze wedstrijd, mits hij hier de 3 punten pakt, nog 1 puntje nodig heeft om echt helemaal zeker te zijn. Want Antwerpen heeft natuurlijk nog die inhaalwedstrijd. Ja. Dus dat resultaat kan nog wel een aantal dingen veranderen. Maar zoals gezegd, er zijn een aantal andere jongens die tussen plaatsen 4 en 8 moeilijkere wedstrijden gaan moeten spelen op papier dan Shadow natuurlijk. Klopt. Komen we later in de uitzending vandaag zeker nog op terug. Ojija, balletje kwijt hier. Dat was denk ik een Bayo die hem kwijtspeelde. Hij zit er dicht op, Shadow. Hij laat Nikom eigenlijk geen draaibeweging maken, waardoor het gevaar meteen eruit gehaald wordt. En je merkt opnieuw, er worden geen akkoordjes gesloten tussen sommige spelers. Shadow gaat er volledig voor. Opletten nu, 2 tegen 1. 2 tegen 1 voor de goal. Het is 1-1. Goed gedaan door Nikom. En hij blaast opnieuw wat leven in de wedstrijd. Goede combinatie tussen het spitsenduo afgemaakt door een Bayo. En zo dus opnieuw alles te herdoen. Ja, goed uitgespeeld. Stond het eigenlijk 2 tegen 1. Moest daar eigenlijk altijd kunnen scoren. En het was een beetje pokeren, want Shadow die leek niet al te snel te beslissen wat hij ging doen. En op het moment dat Shadow een klein stapje opzij zet, vindt Nikom zijn tweede spits en maakt hij dat prima af. Oulare. Het grote mysterie van het seizoen van Shadow toch wel. Die positionering van Oulare nu en Avenatti in het begin op de flanken. Ik denk dat het enkel en alleen voor die standaard situaties is, voor de hoekschoppen. Want voorzetten geven naar de verste paal richting Oulare, dat gebeurt niet. Oulare staat daar niet. Ja, het is natuurlijk ook een rustpunt. Hè? Een jongen die een bal goed kan bijhouden op die flank. Het is wel iets trager dan de meeste wingers. Want hij is puur qua positie in de 90 grade modus een spits. Dus die hebben wat minder pace. Maar je ziet ook wel vaak dat hij de rust neemt bij Oulare. Balikwisha. Tapsoba. Goeie bal, wou ik zeggen, op Balikwisha. Net iets te strak aangesneden. Ja, ik denk dat hij een steekpaas probeerde te geven, waardoor die bal net iets te ver ging. En zo merk je dat de twee wat behoedzamer worden in het spel natuurlijk. Niemand wil graag verliezen. Nee, het is inderdaad wat voorzichtiger geworden. Zeker na dat doelpunt van Nikom van Gent. Maar er moet toch een moment komen dat Nikom full gas vooruit gaat beginnen spelen. Want met een puntje schiet hij helemaal niets op. Nee, Shadow kan nog teren op
die twee wedstrijden die hij kan afwerken tegen op papier mindere tegenstanders. Ja, voor wie er ook niets meer aan is dit seizoen. Nee. Eupen en Beerschot kunnen beide de play-offs toch niet meer halen. Nee. Dus die kunnen enkel nog proberen om in schoonheid te eindigen. Ja, Capitores gaat dat wel echt proberen. Daar ben ik van overtuigd. Maar het moet al echt wel zwaar fout lopen voor Shadow. Mm. Wil hij straks niet in die top 8 zitten. Klopt. Ja, heeft de bal nog. Blijft bij de bal. Balikwisha, korte hoek. Oh, mooie fake en een schitterende goal van Shadow. Ja, twee keer fake shot. En Nikom die ernaast zit. En dit is... opnieuw heel mooi gedaan van Shadow. Rustig gebleven, want je denkt eigenlijk hij gaat dat proberen voorbij te lopen en in die korte hoek te schieten. Maar houdt dan even in. Nikom die hapt. En dan is hij eraan voor de moeite. Balikwisha is op dit moment Nikom knock-out aan het slagen in de race voor de top 8 van de Proximus e-Pro League. Tweede goal van de dag dus voor Balikwisha. Gescoord door Shadow. En nu opnieuw moet Nikom met nog 20 minuutjes op de FIFA-klok te gaan. Nog twee keer scoren wil hij de drie punten er binnenhalen. Het ziet er niet goed uit. Nee, dat wordt heel erg moeilijk. Om het met een Bob Peters citaat te zeggen, dan weet je dat het moeilijk wordt. Ja. Bukari. Dat is wel goed. Bukari, nee. Ja. De beweging te veel. Probeerde daar de contextual bridge, maar niet de juiste moment. Of althans toch niet in die richting. Niet altijd makkelijk, hè, om die juiste timing te vinden voor de bridge. Ik hou wel van de contextual bridge om in de aanname meteen die drie stappen vooruit te zetten. Zo kan je je tegenstander wel vaak verrassen. Maar hier was die niet goed uitgevoerd. En het is even hollen achter een ongrijpbare bal voor Nikom. Ook dat nog eens. Ja. Dit moet bijzonder frustrerend zijn. Ja, er wordt ook heel weinig aangepast. Hè. Er nog geen wissels gebeurd. Dus nog geen frisse jongens op het veld. Nog geen heel hoge press, heb ik het gevoel. Nu wel de bal kunnen heroveren. En dan kan hij counteren. En daar heb je een aantal lopende jongens. Maar het is daar zo dicht bevolkt. En dan geeft hij een slechte paas op zijn linkerflank. Kan Lestien onderscheppen. En nu is het counteren voor Shadow. Die dat heerlijk doet, hoor. Tapsoba, 10 minuten nog. Tapsoba wou naar binnen knijpen. Ook met de bridge. Maar dat werd gezien door Nikom. Komt er nog een slotoffensief van de Buffalo's? Nee. Nee. Oh. Shadow geeft hem lekker terug. En bij beide heren vrij veel afval in het spel nu. Een Bayo. De gelijkmaker moet nu stilaan gaan vallen. Het is een moeilijke paas, goed gelezen door Shadow, die nu gaat steken. Uiteraard op die flank naar Lestien. Veel ruimte. 3-2. Komt er een voorzet, uiteraard. En komt er een goal? Nee. Ja. Als Ulari daar staat, dan is die binnen, denk ik. Ja. Maar de bal ernaast gekopt. En nu dus Nikom, die nog even alles op alles gaat zetten. Ja. Terwijl Shadow helemaal de bus gaat parkeren. Die gaat het dichtgooien. En Nikom gaat, ja, die moet alles uit de kast halen nu. Maar Shadow verdedigt vandaag al goed met 4 jongens achteraan. Gaat er dan nu 5 zetten. Dus gemakkelijk wordt het niet. En ik vind dan ook wel dat Nikom vrij veel nog moet aanpassen. Ik had toch verwacht dat hij in het begin van de wedstrijd dat al had klaargezet. Omdat je wel weet dat je tegen een goede tegenstander komt. Dus dat je een plan B, een plan C en een plan D misschien wel nodig zal hebben. En Shadow zet ook nog een 4-2-3-1 klaar. Kan nog... voor de defensieve wisselen. Formatie. Ja, ultra-defensief. Dus die 5-3-2, die verschrikkelijke 5-3-2. Waar jij zo'n grote fan van bent. Ja, spreek me er niet over. Ik ben niet de enige, hoor. Ik had het er met Sinjo Gano van Kortrijk over. Hij vindt het ook een verschrikkelijke opstelling om tegen te spelen. En dan moet je weten dat hij Pele, R9 en Gullit nog in zijn ploeg heeft. Oh, Nikom. Gaat hij zelf door slecht uitverdedigen helemaal het doek doen vallen? Ai, wat doet Nikom daar toch? Wat doet hij daar toch? Dit loopt helemaal fout. Dit is... Ja, het was helemaal in het begin van de wedstrijd zowel dat hij slecht uitverdedigde. Dat werd toen niet afgestraft door Shadow. Deze keer wel. Minuut 87, de goal van Mehdi Karsila. En het doek is gevallen over deze wedstrijd. De 3 punten gaan naar Shadow en Standard, die dus een stevige optie neemt om in de top 8 te eindigen straks. Ja. Naar het einde van de reguliere competitie toe. En voor Nikom
lijkt het nu helemaal over en out om de top 8 te bereiken. Ja, een goede tweede helft gespeeld, hè. En gaat er misschien nog een 4-1 van maken. Silvestre is dit. Silvestre, nog een paar bewegingjes. Ho, ho, ho. Het kan allemaal niet op nu voor Shadow. Bal nog eventjes wegkelen en dan worden dit de laatste baltoetsen van de wedstrijd. Die Soudali met Bukari. Oef. Dat is nog wel heel mooi gedaan. Nog een pleister op een houten been of niet? Nee. Bodaar doet de poorten dicht. Hij saved hem. Nog een korte hoekschop voor A-agent. Maar meer dan een tweede goal kan er niet gemaakt worden. Nog een corner, oké. Gaat hij opnieuw kort genomen worden? Nee. Gaat hem lang geven, denk ik. Daar komt zijn bal. Dat wordt in de handjes van Bodaar, die hem wegbokst. In de handjes bestaat niet op FIFA. Nee. Mag je hem nog voorbrengen of niet? Bodaar nog een keer wegboksen. Shadow krijgt hem niet weg. En uiteindelijk heeft de scheidsrechter er genoeg van. Standaard wint deze opener van speeldag 15 met 3-1 van A-agent. Dat betekent heel slecht nieuws dus voor Nikon, die zijn kansen ziet wegsmelten om in de top 8 te duiken. Terwijl Shadow zich wat extra betoneert, dus in die top 5 zelfs. Ja, gouden 3-punter voor Shadow, die nu toch wel genoeg voorsprong heeft om met zekerheid richting die play-offs te gaan. Nikom langs zijn kant. Ik denk dat het over en out is, want als Zim het straks in die 3 wedstrijden 3 punten pakt, dan is de kloof met de nummer 8 6 punten met nog 2 wedstrijden te spelen, wetende dat je nog tegen Charleroi moet, die altijd het geluk aan zijn kant heeft, en Geoffrey Mégou, die je niet zal verslaan als je niet aan 150% kan spelen. En je moet het ook geven aan Shadow. Die heeft die tweede helft voornamelijk heel erg slim aangepakt. Heeft het initiatief een beetje aan Nikom gegeven, die daar weinig mee kon doen. En dan gewoon iedere paslijn goed afgesloten. En dan tegengeprikt als het nodig was. En dit was een topprestatie van Shadow. Want ik moet wel zeggen dat Nikom bij momenten heel goed speelde. Ja, maar Nikom koopt er helaas weinig mee. We mogen het nog niet officieel zeggen, maar de kans is dus heel klein dat Nikom alsnog in de top 8 gaat duiken. Voor hem slinken de kansen om dus de play-offs te halen. En voor Shadow zijn ze alleen maar gestegen. Goed, volgende wedstrijd dus. Je had het er daarnet over Zimmet van Antwerp. Hij mag het gaan doen tegen Zak Bentato. De man die dus de vorige keer dus de leider Geoffrey Mégou een eerste nederlaag heeft aangesmeerd. Ja, klopt. Zak Bentato speelt opnieuw wat beter de laatste weken. En komt nu tegen Zimmet, die 3 wedstrijden vandaag moet spelen. Dus die moet zijn energie wat gaan verdelen. Dus dat kan wel in het voordeel werken van Zak Bentato. Ja, goed. Wij gaan er kort even uit. En voor de mensen die op tv kijken, er loopt opnieuw dus een reportage over een speler uit de E-Pro League vandaag. Op YouTube kunt u de video ook apart bekijken. En Thijs, help me even wie het is vandaag. Didista. Het is Didista inderdaad van Charleroi, die vandaag in de spotlight staat. Wij gaan er even uit voor een korte break en vooral voor een hapje van de heerlijke abrikozentaart. Waarvoor nogmaals dank Hakim en Thijs. En zometeen dus Antwerp tegen Anderlecht. Tot zo.